trainer Erwin Heerlijn van voetbalclub Oranje Nassau is blij dat jongeren onder de 27 vanaf volgende week weer samen mogen sporten. Dat is een van de versoepelingen die het demissionair kabinet gisteravond aankondigde tijdens een persconferentie. Verder mogen contactberoepen als kappers en rijscholen weer open, winkelen op afspraak wordt mogelijk en leerlingen van middelbare scholen en mbo's mogen iets vaker naar school. Heerlijn kreeg gelijk veel blije reacties op het nieuws. Ja, er gingen wel wat groepsappjes direct. Er kwamen wel direct wat reacties binnen en ook de trainers onderling. Ja, dan ga je direct met elkaar een beetje brainstormen over hoe gaan we dit aanpakken. We zitten nog steeds met de avondklok en iedereen wil graag weer los. Dus ja, het wordt weer een creatieve periode. Ik denk, hè, net als zoveel, en dat we allemaal snakken naar wat verruimingen. En als je dan puur kijkt nu naar voetballers en trainers, ja, die zijn het zo gewend, was vaak al jarenlang, om altijd met het spelletje bezig te zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik heb in de afgelopen periode ook zeker hier bij de jongens gemerkt op zaterdag, dat ze het echt, ook al was het een groepje van twee en mocht je niet zoveel, dat ze er echt met veel plezier kwamen en ook echt fijn vonden om even wat andere mensen te zien. Als deze verruiming betekent dat er straks misschien nog wel wat meer verruiming is en wat voetbal, op wat voor manier dan ook, hè, in een regiocup of iets dergelijks, dan moet je ook wel echt weer wat gaan doen, want je wil geen onverantwoorde risico's nemen met de fitheid van je spelers. Dus we gaan nu kijken of we de puzzel in elkaar kunnen zetten. Hij heeft er veel zin in om weer te beginnen. Afgelopen zaterdag was bijvoorbeeld mooi weer. Ik zei, oh, dit was wel een heel mooi dagje geweest om 's ochtends even ergens een wedstrijdje te kijken en daarna je eigen wedstrijd te doen. Ja, dat lijkt allemaal zo lang geleden, dus wat dat betreft kan ik niet wachten. Bij anderen was er wel teleurstelling na de persconferentie. Onder andere het hoger onderwijs, de horeca en musea moeten nog gesloten blijven. Bij het Grafisch Museum kwam dat niet als een verrassing. Aangezien nieuws over versoepelingen voortdurend uitlekt, komt je teleurstelling natuurlijk in kleine stapjes. Ik ben met name teleurgesteld over het gebrek aan concrete perspectieven. Bijvoorbeeld deze tentoonstelling. Mochten we half maart weer open kunnen, nou, ga je dan verlengen en tot hoe lang? Maar het kan ook zijn pas begin april weer open, maar dan heel beperkt. Nou, wat ga je dan doen met zo'n tentoonstelling en met de rest van het jaar? Dus al die onduidelijkheid, die weinig concrete perspectieven, dat is voor ons eigenlijk het moeilijkste. Nou ja, je ziet er hangen allemaal prachtige, prachtige werken en die eigenlijk ook niet zo vaak elders te zien zijn. Dus zonde als maar heel weinig mensen hiervan kunnen genieten. Financieel kunnen we het volhouden dankzij de steun van de overheid. En wij hebben heel veel vrijwilligers, dus niet zulke hoge personeelskosten relatief. Mentaal volhouden, je enthousiasme vasthouden, je vrijwilligers vasthouden, dat is best een opgave. Ze denkt dat het belangrijk is dat ook cultuurinstellingen weer open mogen. Ik denk dat het sowieso belangrijk is dat we met handhaving van de goede protocollen die er zijn in de museumwereld om mondjesmaat weer open te gaan en die mensen die behoefte hebben aan cultuur, voor wie cultuur echt een levensbehoefte is, om daaraan tegemoet te komen. Ja, die mensen ontvangen we natuurlijk dolgraag.